Deze video is mede mogelijk gemaakt door Pandhapper Nation. Wat je hebt kunnen zien in de vorige video. En dat betekent dat onze, dat we nog meer af moeten vissen, zeg maar. Ja. En we hebben meteen bij. Het water laten lopen. Het zijn, dat is Bertha. Hallo allemaal, we zijn aangebeland bij sessie nummer 2. Gisteren was het knudden, veel aanbijten gehad en er was wel enigszins wat activiteit. We hebben er ook waarschijnlijk aan de lijn gehad, maar goed, we hebben het niet kunnen zien. Nou, we liggen er weer in, dit keer met 3 hengels. Mijn 4e hengel helaas is, ik wil niet zeggen overleden, maar daar moet het een en ander even aan gebeuren. Dus er is een kleine wijziging in de strategie, in plaats van 4 hebben we 3 hengels. Maar het moet wel voldoende zijn, Albert, of niet? Ja, ruim voldoende zijn. Dus, het is mooi weer vandaag, windstil. Dus, goede hoop. Ja, ik ben er helemaal mee eens. Ik denk dat het weer, het kan niet aan het weer gaan liggen vandaag. We zijn natuurlijk gewoon weer begonnen. We doen ongeveer dezelfde route, denk ik maar. Ja. En kijken we of we Bertha aan de lijn kunnen krijgen. Ik heb ook goede hoop, dus we gaan het zien. De hengels zijn geïnstalleerd. De hoop is aanwezig, de tafel is gedekt. Laat die Bertha maar komen. Nog een kwartiertje vissen en mijn floater geeft aan dat er een snoek aan zit. Ik haal mijn hengel op en bam, de snoek is gehaakt. Het is nogal een wilde bras, maar helaas, het is niet Bertha. Toch is dit geen onbekende. Deze snoek mist één van zijn vinnen. Albert had deze snoek nog niet zo lang geleden ook in de maling genomen. Zo, die mag weer zwemmen. Nadat ik 3 minuten geleden opnieuw heb ingegooid, gebeurt precies weer hetzelfde. De floater doet weer wat hij moet doen. Dus ik sta weer in de startblokken. Ik wacht netjes af. Maar ineens is de snoek verdwenen, lijkt het wel. Toch sla ik maar aan. Je weet maar nooit. Helaas, geen snoek. Ja, dat was even hijgen. Dit is, was even spannend. Ja, heel spannend. Vol met adrenaline. Ja, jongen. Het mooie is, een hele oude bekende van ons. Dat is altijd leuk. Het vinnetje ontbreekt. Hoe dat komt, daar ga ik geen uitspraken over doen, want ik weet het niet. Misschien is hij zo geboren, misschien zijn er van die die dus die vis het vinnetje hebben afgeknipt om te kijken of hij al gevangen is. Helaas, dat gebeurt wel eens. Maar goed, maakt niet uit. Hey, ik heb begrepen, snoek van 77 centimeter. Albert heeft hem al gevangen. Dus helemaal top. Daar zijn we blij mee. Nog 2-3 minuten later of zo, ik gooi opnieuw in, een nieuw visie. Ik zie de dobber als een malle tekeer gaan. Maar als een scheet in de wind was hij weer weg. Maar we weten, nu wordt er gejaagd. En ik denk dat het ook te maken hebben met het volgevoerd hebben. Wat denk jij? Ik denk het ook. Dat was een heel goede set van ons gisteren. Dat we nog even, toen we weer naar huis gingen, nog even hadden volgevoerd. Nou, je ziet het nou. Het gaat heel rap. Het gaat heel snel. Ja, nou, absoluut. We gaan natuurlijk gewoon gezellig nog even door. Want ja, het is niet grote Bertha. Nee. Die willen we graag hebben. We willen die Bertha hebben. Want daar jagen we op natuurlijk. Maar goed, dit is natuurlijk een bijvangst. Dat klinkt heel dom, maar snoek is snoek natuurlijk. Maar ja, we willen dus echt die Bertha hebben. En we hebben wel sterk het vermoeden, we hadden er net al een discussie een beetje erover. Tenminste, een discussie. Een praatje erover. Wij hebben heel sterk het vermoeden dat Bertha echt in dit gedeelte moet zijn. Ja. Er wordt gejaagd, dus wie weet, het zou zomaar kunnen natuurlijk. En ja, daarnet ook alweer. Dat betekent dus dat er meerdere snoeken zwemmen. Daar zijn we heel blij mee. Dus we gaan nog even door, denk ik. We gaan zeker door. Oké. Okay. We gaan nog door. Zo is het. Te
Terwijl ik de hengels in de gaten hou, legt Albert uit hoe wij aasvis prepareren voor op de takels. Nou, hier ga ik jullie heel snel een stukje laten zien hoe we ervoor een haken en hoe we gaan steken. Nou, waarom steken? Nou, het vorentje heeft een blaas hier al. Als je die niet gaat steken, drijft hij hier naar de oppervlakte toe en dat willen we niet hebben. We willen dat het vorentje gaat zinken en op de plek blijft. Nou, hier gewoon een mes. Geef gewoon 3 steken. Dan weten we zeker weten dat we goed zitten. Nou, hoe gaan we hem haken? Wat ik het meeste doe, is gewoon simpelweg in de rug. Wat ook kan, is net bij het hoofdje. Maar dat is meer voor snoepbaars. Gewoon doorheen prikken. En voilà. Heel belangrijk is dat het visje recht hangt. En zo doen wij het. Ja, systematisch gaan we het hele vaartje gaan we af. Het gaat vooralsnog wel goed, want laat ik het wel eerlijk zeggen, ja, we hebben misschien nog maar 1 snoek, maar er is wel activiteit. Snoeken zijn hier aanwezig, dat is op zich gewoon goed nieuws. Toch gaan we later op de middag, gaan we heus nog wel eventjes die kant op, want het is natuurlijk altijd leuk om, nog extra snoek te vangen natuurlijk. Maar Bertha vooralsnog, ja, is gewoon of niet aanwezig of ze heeft er geen zin in vandaag, dat kan natuurlijk ook. Dus we wachten het rustig even af. Nou, zoals ik al zei, systematisch gaan we dieper richting het kommetje. Nou, dan hebben we de hele vaart gehad en dan kan het niet zo zijn dat we in ieder geval snoeken gemist hebben. Maar vooralsnog, ja, ik heb het echt reuze naar mijn zin. Ik vind het echt super leuk. Nou, Albert is ook gewoon echt een super gezellige gast. Dus ja, gezelschap is ook belangrijk met dit soort visserij, want het is wachten. Doodhuisvissen is wachten tot je dobber gaat en dan wordt het spannend. Als het dobber gaat, weet je, dan denk je van, oh, er staan in de stadblokken, echt fantastisch. Maar goed, het is nog heel even stil, maar ik weet zeker, we gaan vandaag nog wel wat vangen. Dat moet haast wel. Dat zou heel raar zijn. We wachten het allemaal gewoon even lekker af. Maar helaas, de snoeken laten het hier afweten. Zo ook Bertha. We besluiten de rest van onze route te vervolgen tot op de eerste brug. Voor lang wachten word ik echt melig en dan is het fijn om even een grap uit te halen. Aangezien het al even stil is, ga ik een geintje uithalen. Ja. De dag verloopt verder zonder resultaat en we besluiten de week erop terug te keren. Toch ben ik die dag in mijn eentje. Hallo allemaal, welkom bij de vierde sessie voor vandaag. Ik lig al een tijdje in het water. Ik heb overigens 2 hengels mee en ik ben alleen. Albert en Denise zijn zojuist vader en moeder geworden van de prachtige dochter Quincy. Ja, nogmaals van harte gefeliciteerd. Echt helemaal top, helemaal fantastisch. Maar goed, het houdt dus wel in dat ik dit project deels in mijn eentje ga afronden. Nou, afronden. Ik ga net zo lang door tot ik Bertha heb. 2 hengels, matje mee. Goed voorbereid tot in de puntjes. Ik heb zelfs gisteravond volgevoerd. Dus het is echt helemaal top. En ik gooi hem er net in. Wham, dikke snoeker op. Maar ja, liet los. Maar goed, dat was niet Bertha. Dat weet ik 100% zeker. Dus ik zag hem boven komen. Het was, nou ja, dit werk. Het is nog niet eens de helft van Bertha. Maar goed, hey, het was wel snoek. En ik zie alweer dat er activiteit bij mijn dobber is. Dus als je het niet erg vindt, hou ik de dobber even in de gaten. Kijk, zoals je kunt zien, daar gaat hij. Ik heb de dobber los. Ik bedoel, ik heb de spoel los. Hij blijft er lekker van eten. Hij is heel actief.
Kijk hem gaan, jongens. Kijk hem gaan. Ja, hebbes. Het is een kleintje. Maar ik heb hem wel. Ah! Zo voor het kantje. Ah, wat een ontzettend zonde, zeg. Echt een heel klein snoekje. Nou, die heeft een tractatie. Nou, nieuw visje erop. En opnieuw proberen. Maar er is wel één vervelend nadeel. Dit is normaal een klein snoekje, maar dan vrees ik dat Bertha hier niet eens in de buurt is. Bertha tolereert absoluut geen concurrentie in haar jachtgebied. Totaal niet. Ja. Wat kan ik doen? Nieuw visje erop. Ik blijf hier toch wel heel eventjes. Ik denk een half uurtje. In de hoop dat we nog misschien eventueel een grotere kunnen vangen. Maar ik denk niet dat Bertha hier nu zit. Maar verderop een heel mooi stil kommetje. Ik denk dat ik die zo meteen direct mee ga nemen. Dat ik dit tussenstuk heel even opensla. Maar eerst hier nog even proberen. Ah, zonde zeg. Potverdikme. Maar goed. Frisse moed. Ze zijn wakker. En ze hebben honger. Dat is het belangrijkste. Hoe dit verder verloopt, zie je in de volgende video. Voor nu bedankt voor het kijken. En vind je deze video leuk? Vergeet dan niet het duimpje omhoog te steken. En mocht je meer willen zien, vergeet dan niet te abonneren. Tot volgende week.